Het is een gevoelige zaak. Als je nagaat dat zeker 41 jaar lang is gedaan om eigenlijk deze zaken bereikt te krijgen. En de regering gaat er dus niet eraan voorbij dat de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. En dat hebben we inderdaad ook gedaan met de politie in de lead, ondersteund door het leger, door de militaire politie, ambtenaren van KPA, BBS. Er is door de politie een veiligheidsplan opgesteld en die zal worden afgewerkt, dus worden geïmplementeerd. Het gaat sowieso om wegomleggingen, in bepaalde gevallen sluiting van wegen, waarbij sowieso ook de manschappen op de verschillende posities zullen zijn om alle zaken in goede banen te leiden. Er komt een binnenring, dat is meer in de buurt van het kanton gerecht, waar de zitting eigenlijk plaats zal vinden. En dan daarna weer een grote buitenring. Dan denk ik meer aan de rand van de binnenstad. Misschien straten zoals Judenbreestraat, Klipstredenstraat, die straten. Er zijn geen instructies gegeven om winkelzaken te sluiten. Maar sowieso zullen ondernemers rekening moeten houden met de veranderde situatie. Sowieso in de buiten, zoals de binnenring, zullen er geen voertuigen worden toegelaten. Zodat alles overzichtelijk blijft. En wanneer er bijvoorbeeld maatregelen getroffen moeten worden om de orde en de veiligheid te handhaven, om calamiteiten te voorkomen, dat dus de veiligheidsdiensten zich ook vrijelijk moeten kunnen bewegen. U weet het, we zijn decembermaand, is feestmaand. Heel wat mensen bewegen zich, verplaatsen zich. Dus er is een landelijke veiligheidsplan, aansluitend op het geval van morgen. De verschillende regio's, de regiocommandanten, zijn verantwoordelijk voor het handhaven, uitvoeren van de veiligheidsplannen in hun verschillende regio's. Maar deze plannen sluiten ook aan op eigenlijk het gehele veiligheidsplan van het Korps Politie Suriname. Ook Defensie heeft een veiligheidsplan en in deze is er een matching geweest van wat de politie heeft bijgedragen en wat Defensie heeft opgesteld. Dus ook na het geval, ook na morgen, lopen de verschillende plannen door. Omdat we, net zoals ik heb aangegeven, we zijn in decembermaand. En de veiligheid moet ook gegarandeerd zijn voor de feestdagen en verder. De maatregelen hebben inderdaad wel een structurele karakter. Dus u zult ook meer zien verhoogde surveillances. U zult ook meer zien roadblocks, veiligheidscontroles. Het zijn ook fouilleringen en dergelijke. Maar al in al zult u ook meer voetsurveillance zien en pro-surveillance. Ik heb geen aanschrijvingen gehad buiten de organisaties die regelmatig gewend waren om deel te nemen aan de zittingen. Ik heb zelf geen zicht daarop, maar volgens mij vinden er bepaalde vooraf registraties plaats. En ik heb geen zicht op andere organisaties die normaliter deelnamen aan deze rechtszaken dan mij bekend is. Ik ga niet praten over geen zorgen maken, maar alertheid is wel geboden. En ik denk dat wij het daarmee moeten doen. De politie is alert, ondersteund door de andere veiligheidsdiensten. En het Openbaar Ministerie is daar wanneer een vonnis is uitgesproken. En aan de hand daarvan zullen we ons ook gedragen als regering. Ter afsluiting wil ik van u, want
tapu ataki. Miwan roep alle saranang man nang sarana uma op. Omdat saranang naf unu. En unu ala mala de verantwoordelijk voor die afveiligheid in saranang. En de afgelopen ting omen berichte verschijnt. Tap social media, tak DC opsa, tak dati opsa. Mi want te gunu taki de afgelopen ting, school to, nangasur dati, nangaden trafeilekeisdienste, KPA, BBS, den borei den bunfor, tapu tap Tamara. Ma ano alin Tamara, nele fambe takikba, ku taki den fiste di san dena unfesi, en taki afveiligheid voeren op. En we actie alasma in alle districten. Ko uhoru srefi. Ko begeleid makandra. Ko luku makandra. Omdat afrantwoordelijkheid voor afveiligheid in Sranan. Ano mi lek minister wang frantwoordu. Ma you lek uman kin. You lek manengre. You lek ma. You lek pa. Tante omu. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de veiligheid in Suriname. En de regering... we zijn op een pad van groei. We gaan door een IMF-programma waarbij zaken weer in place komen. En we hebben deze rust nodig. We hebben orde nodig om ons land naar grotere hoogten te brengen. En dat wat voor ons is, is een uitdaging. Toch? En ik geloof dat met de ondersteuning van een ieder, dat we ook dit overkomen. Dank u wel.